kijkers, welcome to Sissy's channel. So today I'm going to interview Sissy's Paul. I'm going to ask her some questions. And what is going to be in Dutch? So let's get started! Hi Sissy, welcome to this interview. So my first question is, wat maakt dat je nu een YouTuber bent? Nou, wat maakt dat ik een YouTuber ben? Een dagje was ik bij mijn nichtje thuis en ik wist niet eens wat vloggen inhield. En weet je, ik wist niks van die dingen. Dus dan keek zij naar vlogs en ik vroeg er van, waarnaar kijk je en zo? Dat vertelde ze me. En ik dacht van, oh, echt wel best interessant, weet je. Dus dan ben ik zelf thuis ook gaan kijken naar verschillende vloggers en zo. En ik zag dat het gewoon, ja, je filmt jezelf gewoon zo. Je praat eigenlijk tot je camera en zo. En ik dacht van, ja, het ziet er echt leuk uit. En ik zou het ook zelf willen doen. Dus dan op een dagje ben ik een camera gaan kopen. En ja, toen dacht ik van, laat me beginnen met YouTube. Heb ik een YouTube kanaal gemaakt. En ja, daarom vlog ik nu. En ik vind het ontzettend leuk. Maar echt leuk. Het is echt leuk. Oh, oké. Mijn tweede vraag is, hoeveel talen spreek je? Nou, ik spreek Nederlands, Engels, Papiamento. Van Papiamento ook? Ja, mooi, wel. Mooi. Nice. Conta bij. Mita bom, Ikubo. Sranantongo, Surinaams. En ja, vier talen eigenlijk. Zag zoveel. Dus vlot. En ja, dat is het zo'n beetje. Wat heb je als ontbijt gegeten vanmorgen? Nou, vanmorgen heb ik, wat had ik alweer gegeten? Oh, maya, mango. Mango, gewoon fruit. En dan had ik speculaas gegeten. Tot nu toe. Dus zometeen ga ik wel eten, want ik heb echt honger. Oh, lekker. Zou je haar scheren om te schenken aan een goed doel? Nou, aan een goed doel. Maar scheren? Ik denk niet. Ik hou zoveel van mijn haar. Ik zou het echt Ik begrijp het, ik begrijp. No way. Nee. Helemaal niet. Misschien kan ik het nog even knippen. Een klein deel. Weet je, kort of zo. Weet je, maar niet helemaal scheren. Je hebt echt mooi haar hoor. Echt wel. Ik hou echt van je haar. Wat is je favoriete eten? Ik hou sowieso van kip. Kip staat gewoon nummer 1. Chicken is life. Chicken is gewoon the best. Ah, ik hou ook van kip hoor, boy. Ik kan gewoon op de hele dag kip eten. Hey, box. Jammer. En even kijken. KFC. Ik begrijp het. I feel you, girl. Chowmin. Yeah. Weet je, zulke dingen. Hoe oud word je op je volgende verjaardag? 30 april word ik 22 jaar. En is bijna. Ja, klopt. Oké. Welke opleiding studeer je? Ik studeer Communication en Multimedia Design. Neem jij die shampoos en die zeepjes in de hotelkamer liggen altijd mee naar huis? Nou, kijk, niet altijd. Als ik vind dat het lekker ruikt of... Ja. Ja, ik neem ze wel. Ik neem ze wel gewoon mee. Ik heb ook betaald voor hotel, dus ja. Why not? Ben je eigenwijs? Ben ik eigenwijs? Jawel, ik ben wel eigenwijs, ja. Wat had je anders gedaan als het kon? Ik zou meteen een goede keuze hebben gemaakt qua studie. Voordat ik naar NL vertrok. Dat zou ik wel anders hebben gedaan. Wat voor huisdier zou u willen als honden niet mochten? Als ik geen hond mocht kiezen, zou ik dan een aap. What? Een aap? Hoi. Ik zou graag een aap willen. Ik weet hoe het is dat ze baby zo en dan brassa het je zo. Echt leuk. Oké. Interesting. Mm-hmm. In welk land zou u willen wonen? Ik zou graag in Amerika. Miami of New York willen wonen. Heeft u ooit iets slechts gedaan? Nou, ik denk wel dat ieder ooit iets slechts gedaan heeft hoor. Want iedereen is zondig, dus ja. Wat vindt u mooi aan uzelf en wat zou u willen veranderen? Wat ik mooi vind aan mezelf? Nou, mijn haar vind ik sowieso mooi. Ik hou echt van haar hoor. Ja, ik vind van ook dat u echt mooi prachtig haar heeft hoor. Ja, I like it.
En wat ik zou veranderen? Mijn buik. Belly fat. Precies, precies. Ik weet, je kan gymmen en trainen. Je buikvet weghalen en zo, maar... Het is hard. Het is echt hard. Het is echt hard. Het is echt hard. Heeft iemand een oogje op je? Heeft iemand een oogje op me? Jawel. Ik denk van wel. Of nou, ik denk en ik weet van wel. Maar jawel. Jawel. Niet alleen een oog. Maar twee. Ah, ja. Wilt u trouwen? Zo ja. Welke leeftijd zou dan ideaal zijn? En hoeveel kinderen zou u willen? Ja, tuurlijk wil ik trouwen. En ik zou... Kijk, vroeger... Toen ik nog jong was, nee grapje. Vroeger wou ik like rond 23, 24 jaar zo trouwen. Maar ja, nu ben ik wat ouder en ja, we zien wel hè. En hoeveel kinderen ik wil? Ik zou 2 kinderen willen. Eerst een jongen en dan een meisje. Ja, ik wil later ook een jongen en een meisje. God weet hè, wat hij je eerst geeft. Dus ja, we zien wel. Bent u ooit verliefd geweest? Ben ik ooit verliefd geweest? Nou, jawel hoor. Tuurlijk, iedereen raakt wel verliefd. En ja. Op dit moment ook. En zwaar verliefd. Zang! Maar ja, leuk. Nice. Maar, Ik zie dat je echt verliefd bent, ja. Ja, we zien wel hoe het gaat. Hoe bent u tot geloof gekomen? Kijk, ik ben gewoon zo opgegroeid, ja. Oh, oké. Ja, ik ben zo opgegroeid. Nice. Mijn voorlaatste vraag is... Zou u van uw vriend slash man later te alle tijden houden? Dus al ziet hij niet fresh uit of zo? Ja, tuurlijk. No matter what. Gewoon niet scheer je haar helemaal kaal en zo. Toch blijf ik van jou. Want ik hou van jongens met... Lang haar. Niet lang, weet je wel, een beetje krullen zo. Ja man. Ja, je hebt gelijk hoor. Ik hou niet van bold head boys, you know. Mijn laatste vraag is, wat zou u doen als u moest kiezen tussen 2 liefdes zonder die andere pijn te doen? Nou, kiezen tussen 2 liefdes zonder eentje pijn te doen. Dat is echt een vraag, ja. Ja, is een moeilijke vraag, ja. Wat zou ik doen? Ja, uiteindelijk moet je toch eentje pijnigen. Je moet eentje laten gaan. Weet je, als je loyaal bent, ja. Je hebt je keuze. Ik zou het niet weten hoor. Nou, dat waren mijn antwoorden op jullie vragen. Nou, dit is mijn labello. Ja, jullie vroegen jullie af van waarom staat dit hier? Ja, die mensen die me kennen weten dat ik heel erg veel van labello hou. Ik heb het altijd bij me. Labello is de best. En ik maak geen reclame, hè. En ik word niet voor betaald, niks. Ik hou gewoon van Labello. Ja, man. En ja, that's it. Vergeet niet te abonneren en te liken, want hey, Milo B.